Op Arkum, een buurtje bij Tjerkwert, wordt archeologisch onderzoek dien. Sneun kon belangstellenden uitlis krijgen over het hoe en wat. Aast meer roer, eerst wat we hier nog meer aan reportages hebben. Douwe Talma geeft mij een paar schilders het loon in om loften te schilderen. Oorlering is een tentoonstelling over loftenschilders in de Lewij in Drachten. Doensjes van 3D van Snits zullen doensje op het Holland Dance Festival in Den Haag. En daarom krijgen ze deze winter les van een professionele choreograaf. En actrice Anja Steestra van Grauw schreeuwt en speelt een toneelstuk over haar paken Iebe van Zandbergen. Op het podium een fleurige man. Hij googelt en wie poppenspeler. Maar thuis weer er heel los. Op dit tijd is in de galerij van Lewij in Drachten een tentoonstelling met al je schilderijen van loften. Maak het toch verschillende keuzes. Douwe Talma die vroeg treien van die schilders om mooi hem het veld in te gaan om een sint te litten hoe je nou zo'n loft schildert. Want dat is een vak apart en elk doet het ik weer op zijn eigen manier. Het is nog wel alleen wat opspannen eigenlijk. Het is tiesdagmorgen, 24 januari, en het spont erom. Het lijkt net een ideale situatie om een mooie loft te schilderen. Maar dochs, vol goede moed gaan ze op paard. Drie schilders en een kunsthistoricus. Op wij naar een mooi plakje in Friesland om een mooie loft op het doek vers te lezen. Dit is hier een heel fijn schilder, een mysterieuze schilderij. Ik ben Klaas Weerumees. Ik maak voornamelijk schilderijen. Van het begin aan heb ik landschap schilderen en ik loften. En dat vind ik vooral heel erg boeiend, omdat er enorme dieptes op de kist. Dat vind ik altijd het hele mooie, dat ze op een plat vlak rond te creëren kist. Dat is altijd een heel mooie uitdaging. Ik ben Gerrit Wingaarden. Ik kom uit Tjerkwert. Ik ben kunstschilder. Olieverf. En landschappen dus. En enkel dus een portret. En stillevens, dat ik wel. En ik wil iets, nou ja, magisch realistisch. Of is het wel een beetje in die sfeer zit het. Ik ben Margreet Boonstra. Ik woon in Bornbergen. En daar was me het nodig om hier te komen. Ik maak olieverf schilderijen. Zonder onderschilderingen. Het was deze. Ik kom ergens en ik schilder gelijk wat ik zag, maar wat ik bij me heb. We zijn in of bij Rottenvallen en ik weet net hoe dit hoe dat maar of bestolen Klaas. De Lion. Oh ja, de Lion is het. Ja. Ik ben in een tekening om het maatje. De compositie is heel belangrijk, vind ik. En ik maak vaak een symmetrische compositie en dan denk ik hoe die wolk die je precies misschien niet binnen moet en als een BM-krediet ietsje groter is dan de rest. Ik denk dat wij het wel heel wat treffen, want vanmorgen liep het wat vlak de loft, maar het begint al echt heel mooi te worden. Er komt wat blauw in en de contrasten worden wat groter, dus ja, dit is wel echt een heel mooi plakje. B. Lamberts is er hier ik bij. Hij is kunsthistoricus, weet een soort hoe schilderijen van loften en joeg een lezing bij de expositie. Hij laat zelfs kwart uit waar die lezing ook hier. Hoe de geschiedenis van de landschapsschilderkunst in de, van de middeleeuwen dat nou. Ja, maar wat is daar nou voor zin zo te vertellen? Het is juist dat er een ongrieselijk proor is verloren in 500-600 jaar. Maar vooral die verschillende stromingen en de verschillende manieren waarop de meesten en de kunstenaars dus het landschap benaderen. En dat is zo divers. Dat is echt een wereld van, ja, een wonderenwereld van loft en loon. Dus je gaat een abstract schilderen? Ja, niet, mooi. Ik vind het echt heel leuk. Dit is... Ja, het kan dus allemaal in een volle verder komen. Ja. Dit is wel een beetje de basis. Ja. Dit is genoeg. Maar het ging heel erg om, je kwam locht achter mij. En dat moet ik eigenlijk niet hebben. Ja. Dat is hier skaat. En ik zie hier wat weerspiegeling van de lucht eigenlijk. Ja. En die moet eigenlijk dus wat we erom komen in dit geheel, dat dit eigenlijk een soort lucht wordt. Landschap, wat we hier nou stingen, dat is voor mij wat uitgangspunt. Ik hoef net per se dat ik
dat mensen te herkennen hier als van, oh, het hier bij de lijnen stiend. Ik hou wel van een beetje drama in een landschap. Dus als het echt een zwarte loft wordt, dan krijg ik wel echt zin om het vers te lezen. En dat ik, zoals nu is het winter, Dijs. Ja, dan ben de contrasten vaak wat grutter. Dus juist nou, als het over de lijn is, juist ik echt de donkere en lichte contrasten. En ook nou komt de loft er ik nog bij. Ja, dat spreekt mij wel aan. Dan heb ik wel zin om daarmee aan de slag te gaan. Binnen de Friese loffen uniek in de kunst? Friesland is uniek, dus de Friese loffen. En het is altijd een combinatie van loft en lof. Vist ook dat Friese loffen het leukst binnen om in kunst te verwerken? Ja, dat binnen mooiste. Beter als Friesland vind ze net. Friesland boppen, Holland in de groppen, hè? Nee, nou even serieus. Nou, ik vind het is altijd heel opvallend dat ik van beter zwaag naar de Aarzon. Ik ben er altijd verbluft door hoe mooi dat het er is. Dat vind ik heel opvallend. Ik riep ook met de oudste die ik hoor, vind ik heel mooi. Omdat je dan een soort wiertje hebt, die treft eigenlijk net zo snel aan in de rest van Nederland. Het speciale van Friesland is eigenlijk dat het hele bijzondere zilveren jocht has je vaak in Friesland. Echt al die diverse nuances in het gries, fantastisch. Dezelfde loft draaien verschillende schilders, elk hun eigen interpretatie. Wel uit nog precies een verschil? Margreet had echt een heel tonaal schilderij. Het is echt voornamelijk vanuit de brun en vanuit de okerachtige tinten. En had de horizon vrij heug lezen. En Klaas doet het nog extremer. Die had de horizon zo heug lezen dat er alleen nog maar een lietse streek van de loft boven te zien is. Het is heel erg om te abstraheren, nee, in feite. En bij Gerritje, die had natuurlijk een hele oren wat. Een hele oren manier van werken. En waar Klaas en Margreet echt aan kwasten binnen, is Gerrit echt aan perceel. Dat is echt een wezenlijk verschil. Dat natuurlijk ook wel. Een volle liter vlak om op de schild hier en een hele oren soort benadering. Waar de expositie van de loftschilderijen nog zien wil, maar net te lang wachten, want de tentoonstelling rint nog om te mooi tak om snoeien. Dan is het dien. Doensgroep 3D van Snits die is selecteerd om Nijvieke mooi te doen aan het Holland Dance Festival, om daar op te treden. En dat is net niks, want het festival is een van de grootste doensfestivals van de wereld. Dus dat is een hele eer, maar ook een hele verantwoordelijkheid. En daarom krijg je op dit stuit les van een professionele choreograaf, Jeroen Meijer. Wij willen weten hoe hij dat ongepakt. Okay, good, better. Just two things that we are. And next time we do it, we are ready with you. I think you're losing a bit this. Tijdens de auditie in oktober voel bij Roon Meijer, hij komt uit Zwitserland, het hege niveau en het sterke groepsverbond van 3D op. Dus mocht deze amateurdoensgroep uit Snits mooi doen onder het project Dance Date, als enige doensgroep uit het noorden. Op dit stuit werk je op meerdere plakken in Nederland. Doen ze sta naar een voorstelling op het Holland Dance Festival. Arune Wiekoin repeteerde 3D voor het leerst. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oké. Second movement. Een van de dansers van 3D is Sanne Hiddema. Ze is grafisch ontwerper en heeft er heel wat voor oor om een dance date mooi te doen. Maar krijgt dus de oren dansers wat ze heel diep gingen om aan het hege tempo en professionele niveau te voldoen. Het is zwier, het is maar ik heel leerzaam. Het is, ik leer er gewoon een hele protte van. Maar hoe zou zwier? We bewegen eigenlijk non-stop en heel snel. Dus we hebben heel weinig pauze in de 10 minuten. Dus het is 10 minuten voluit doen.
Is het een totaal andere manier van werken, maar Jeroen, als je bent binnen bij je 3D? Ja, dat is wel oors. Dat vind ik heel leuk aan hem. Hij doet het eigenlijk maar zijn bovenlief heel erg. Dus hij laat heel erg de nadruk op dit stik. En van u daar, dus alles begint hier. En dan Gitte Jerm is een soort vloeit eruit voort, als het ware. Dus alle bewegingen weer inzet en daar maak je je hollen en Gitte Jerm en Gitte voert. En dat is, dat ben ik gewend. Is het dreig om te onthouden, was het dwammest? Ja, dat is super dreig inderdaad, omdat het net heel veel bewegingen binnen net logisch. Met mijn 3D ben wij inderdaad wend dat we een beweging inzetten en een vocht en oren en dat is logisch en vloeiend. Ik hoef nooit op te scrollen in een boekje net, want ik onthoud mijn lichaam, onthoud gewoon wanneer ik wat dwam had eens. En dit moest ik echt al inderdaad opscrollen en nu te hollen leren van en dan komt dat en dan komt dat en dan komt dat, want heel veel dingen binnen net logisch gevolg. Sommige stikken wel, maar net alles. Heeft het ook gevolgen voor die bewegingen? Als zo'n nightingale is? Ja, dat wel, maar omdat we het zo vaak nu trainen, is het steeds, wordt het nu steeds vloeiender. En hoef ik dat net meer, weet ik nou, oh, naar die beweging komt die. Dan hoef ik net meer bot bij night te denken. Maar als je krijgt, ik maar één telt let binnen of missen, dan ben je helemaal uit het stik. Dus dat mag absoluut niet gebeuren met de première. Gaat het te snel? Ja, het gaat te snel. Het is, maar het is ook iets wat wennen moet, volgens mij. Ik heb wel begrepen dat het hard werken voor ze is. Heel hard werken. Voor hun, voor de danser. Ja. Voor amateur, zeg maar, om een repetitie, zeg maar, 5 uurtjes lang te maken, is hartstikke lang. Normaal, ze doen bijvoorbeeld 2 uurtjes repetitie. Vrijdagavond. Dat is hun rooster. Zo, ik kom hier en zeg, oh nee, 2 uur kan niks doen. Ik heb hun natuurlijk een stukje over de comfortzone meegenomen. Een stukje daar over de grens, weet je. Voor mij dat was belangrijk ook om dat te ervaren. Hoe ver dat zal lukken met hun te gaan. En dat ging, denk ik, goed. Wie er een moment dat de groep dacht van, nou, ik weet het net. Ja, die momenten binden wel best. Dat besprutsen we dan op de les van de 3D. Hij werd op ons gewoon. Iedereen moest wel eens even ventileren van, jeetje, wat gaat dit te snel? En is dit wel mooi? En waaraf vliegt het al? En waarom was ze op het podium staan? Maar uiteindelijk heeft iedereen wel de volste vertrouwen in dat het gewoon een mooi stuk wordt. De première is op 4 februari in Den Haag. In maart, april en maai zal Dance Date op tournee door het hele Loon. 15 april binnen ze in Lawei in Drachten. Ik ben hier bij het buurtschip Arkum en dat ligt onder Tjerkwet. Maar daar komen daar onder sneeuw mensen meer te weten komen over hoe die voorfase hier zo'n 2000 jaar lang leven en wennen. Want die hebben duidelijke sporen achterlitten. Uit wat voor tijd is het dan? Nou, zeg maar tussen 0 en 300.
En uiteindelijk... Is dat nog opkweek? Is dat nog ondergang krijgen? Dat Nee. Want deze is ook verkoeld. Maar nee, zelfs al zou die niet verkoold zijn, dan verliezen zelfs de zaden die het langste mogelijkheid hebben om een kiemkracht te behouden. Dus dat heb je het over decennia. En dit is millennia. Dus dat... We hebben dus een woonpodium van Meesem. Die is hier vestig in Lette Izetiert. Dus ergens in de periode tussen 1200 en het jaar 0. 1200 voor Christus en het jaar 0. En die meesten die hebben in eerste instantie hier op het veen leefd. En dat is wel een Dit weer een veengroen. Dat is wel een nieuwe bevinding, want we hadden altijd dacht dat dit klaargroen was. Ja. En dat iets zuidelijker. Bij Snitste ging dan wat het randgebied. En dan was het zuidelijker, dan ging dan echt het puur het veengebied. Maar hier zie ik al veen. Dit is de overgang van veen naar klei. Ja. Een beetje een drassig gebied, wat hier die meesten hier te ziekje. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Ziet ze je het hele jaar terug? Of hier bijvoorbeeld seizoensbewoning, alleen nog in de simmer, dan met net zo volle les die van wetter. En kwam dan het wetter, gong ze dan fut? Of wie dat het plan? We weten die mechanismen net achter. Zie je bijvoorbeeld de wiel of wat dan ik? Maar nou hebben we bijvoorbeeld ik weefgewichten vong. Dus dat jouw wol aan dat je meerdere activiteiten plak vong. Waar je wel weer aan denken aan een gewoon boerengezin. En net zoals hier bijvoorbeeld een peerman die erop uitstuurd binnen om veen te winnen. Wat je bijvoorbeeld in de biesbos hadden, weer een specifiek man erop uitstuurd die ging de riet snijden. Ja. En dat was gewoon een gemeentelijke gemeenschap van man. Maar wij hebben dan toch wel een beetje het idee dat je gewoon een normale boerenfamilie ziet. Elke nien is altijd welkom bij de opgraving. Alleen nog laat het werk nou stil vanwege de frost. Freed gaat in Grauw het nice stuk van actrice Anja Steestra in première. Het is een eerbetoon aan haar paken Ierbe van Zandbergen. Hij was illusionist, goocheler, boekspreker en poppenspeler. Is hier bekend onder de naam professor Bergini. Maar de fleurige man op het podium werd thuis heel oors en wie meer de depressieve kon het nice. Maar het apart is, hij had het al je vol beskreun. En op basis van die ondertekening zet Anja nou een solo stuk skreun. En dat speelt ze nou ik. Nou, op naar mij. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Nou, ja, maar voorop. I thought a golden one. Hoi. Oh, Mr. Charms. Fantastic things begin when I am in your arms. We spraken weer nog net een vrolijke paken die het helemaal opgang is in Beersbeen of... Spraak ik heel druk met hemzelf. Maar wij vonden dat gewoon. Als de spraak kwam, dan kwamen we uit de bos en dan waren we googelen. Als hij zo uit zijn bang is, dan gaat er altijd naar de zouden toe. En ik jij aan het kreetje van de plank en dat er heel tijd heen en weer rent. Op en del en op en del. Wanneer de bang dat er ziek is en dat er dik is. En dan zitten mij met Tiet en ik onder in de kamer. Ja, ik heb Tiet net zo volle schil, maar ik word er ook zo zenuwachtig van dat hij huid zou dochter. Ja, ik wil net dat hij huid deegiert. Maar als ik dat zeg, dat is mij gewoon zitten broodje. Dan denk ik nou, als hij huid deegiert zo, dan zou mijn bier net zitten te broodje. In het stuk speelt Anja haarzelf en de drie belangrijkste vrouwen uit het leven van haar paken, haar beppe, haar moeike. En haar eigen mem. Die laatste twee liep je nog en binnen een bijzonder duo vol tegenstellings. Maar ik gewoon twee zusjes vol herinneringen aan haar huid en het tijd dat zij hem assisteerden bij zijn optredens. Nou, dan komen we ze mee in de stad. Oh, nou, gelukkig, die man het even mee die voert. Hè? En dan, of hij draait erin uit het kanaal. En dan zat is men van, nou, dat duurt er bij Wien en Fjern. Oh, Wien en Fjern. Dat zei ze dan, ja. Nou, dat duurt er. En dan, nou,
ben je dan net ongerust? Nee, die komt er wel waarom. Nou ja, dan ja, altijd in dwarnepen. Hij draait. Rusteloos. Rusteloos. Astig, oorlog. Rusteloos. Gestante die wie een artiest in hart en nieren. Die wie gek op het toneel en die wie gek op aandacht en het publiek. En is mem hier dat net. Is mem wil gewoon mem wijzen. Mem worden en kleuterjuf en huishoudentje. Is mem compleet tevreden. Maar uw tante net, die wil wat van de wereld zijn. Het wie hier in grauw vissen te leeds voor uw tante. En die het avontuur bij de roos aan. Dus dat is altijd het verschil. Maar ja, dus juist dat was zusjes ben als ze te gerne bouwen zegt. Nou, ik vind het een kostelijk gebeuren, want uw mem zou het altijd nou uw tieten zeggen best uit. Omdat uw tieten altijd in kleurige gewaden en dergelijke rent. Ja, en dat spreekt mij aan. Ik wil koordoenseres worden. En ik mag hooit net jij roepen dan als ik een kind, dus ik mag het leren. Hoit en mijn Marieke mij lijst mooi noemen uit circus en toewisken. Circusartiesten worden. Oh, ruis, je optreden, publiek en applaus, dit lijkt me zo mooi daar. Ik heb zo'n hekel aan die squalen, jong, die stomme lessen, eten, sieren, naaien, strikken, helemaal in sassoi. Het is grappig, omdat ze nou op deze leeftijd toch worden ze bij die twee famkes, die twee zusjes. Naarmate ze daarover vertellen en ze vertellen het mij net als volwassen vrouw, dan worden ze weer famke. En zij zijn gewoon wel heel wijs met hun huid. Dat het er altijd best, die hechtheid het er altijd best. Het ouder worden begint nu echt mee te tellen en de goochelstok ligt werkeloos in de koffer. Ik durf niet meer. Angst dat het mis zal gaan. Verder kan ik niets meer uitstaan aan mijn hoofd. Altijd die gedachte, als ik niet meer kan, hoe moet het dan? Spraken we heel wat met hemzelf dwaande. Ik trok zien. Hij leefde van dat toneel, dat podium. En als hij daar ook weer, dan voelde hij spraken net zo vol aan het leven. Maar de nodige depressies die daarbij komen binnen, het is toch een eerbetoon. Want een man in die tijd, in vanaf een jongetje 22 dwaande was, met een passie uit te oefenen, met het en ziel. En ik begreep nou beter wat er in hem omgegaan is. En dat is ik, maar ik ben ik heel grutskop. Want hij wie ik wel een naam in Friesland. En hij had vieze voorzitter geweest van de magische ring, van een goegelgenootskip. Hij had ik een protte jonge goegelis weer oplaat. Dus ik ben er wel heel grutskop. Heel grutsk, ja. When in my heart I know the magic is my love for you. Dit de K-route van deze week. Heb je hem nog dingen waarvan je hem denkt van ja, die zoenen eigenlijk ik wel in de K-route kennen? Laat het dus dan weten en mail het naar k@omroepfriesland.nl. Van nou bedankt voor het zien en tot na je week.